We hebben hier Maite, de volgende deelnemster. Waarom doe je eigenlijk mee? Ik heb al de echte editie gezien van de echte sporters en al van studenten ook al gezien. En ik ben zelf roeister en ik heb gezien dat roeiers altijd goed presteren, dus ik was wel benieuwd wat ik zelf kon doen in de Container Cup. Goed, hè. En doe je dat competitief? Ja, inderdaad. Dit weekend Belgisch kampioenschap gehad, dus het zat nog wel in de benen. Goeie excuus. Ja. En, wat denk je? Ga je het goed doen? Ja, ik denk het wel. Heb je getraind ervoor? Ik weet sinds gisteravond dat ik mag meedoen, dus eigenlijk niet echt. Het was een beetje op de bot, maar we zien wel. Succes, doe dat goed. Ja, ik geloof in u. You got this. Dank wel. Ja, hier kunnen we zien dat Martino begonnen is met het lopen. Allee, of eigenlijk al een tijdje bezig. Dit zou een van de nummers moeten zijn waar we redelijk goed in is, als roeister. Maar ik verwacht qua uitblink toch dat vooral het fietsen en het roeien zal zijn waar zij zeer goed op zal scoren. Ja, dit ziet er goed uit, een soepele tred. Dat mijn co-commentator gearriveerd is. Aangenaam. Sven. Ik ben Frederik. En jij bent de trouwe supporter van? Ik ben de trouwste supporter. Ik ben de vriend van mijn team. Oké. Okay. En wat zijn uw voorspellingen? Voorspellingen? Ze is een roeister. Ik ben ook een roeister. Normaal gezien zouden ze heel goed moeten zijn in de uithoudingsnummers, dus lopen. Maar dan eigenlijk vooral het fietsen en roeien, denk ik dat zij zeer goed zal scoren. En zij heeft echt getraind voor deze wedstrijd? Niet echt, ja, sowieso getraind. We hebben dit weekend het Belgisch kampioenschap afgerond, roeien. Dus specifieke voorbereiding voor de Container Cup was er niet. Maar ja, ze is natuurlijk in bloedvorm. Ja, ze is alleszins... ik ben hier als ervaringsdeskundige. Ik ben er net in geweest en ze ziet er al veel sportiever uit dan mij momenteel. Ja, sorry, ja, dat. Ik ben juist te laat toegekomen om je te bezig te zien.
Kunnen wij trouwens ergens een snelheid zien dat zij aan het doen is? Ik denk dat die camera uit ligt. Camera ligt uit, oké, okay, geen probleem. Maar ze ziet er zelfvertrouwen, allee, vol zelfvertrouwen uiteindelijk. Ja. Ze is rooster, hè? Dus dan, er zit ook roeien in de cup, ja. In de container. Dus ja. Dat is eigenlijk alle punten gedaan. Dat hoop ik. Toch bij de vrouwen. Veronderstel dat er een paar mannen zijn die wel nog rap gaan roeien daarna. Zet jij zelf ook een roeier? Ja, ik ben zelf ook een roeier. Ik ken eigenlijk mijn team via het roeien. Leren kennen. Eigenlijk gespot op het water en dan. En jullie golven matchen er niet? Onze golven, ja, matchen. Jullie roeispalen, ik weet niet hoe dat kan. Inderdaad. Dus wel, als je begint aan dat lopen daar, dan kun je niet. Dat is direct, eigenlijk loopt ook direct een vermoeiende start, hè? Ja, ik ben zelf niet zo'n loop. Ik loop niet graag, maar normaal... Maar deze is ook iets lichter dan mij, dus het zou misschien voor haar wel een goede start moeten zijn. Ze heeft ook al een rondje opgewarmd. Oké. Dus... Ja. Stevig. Dat zou ik niet doen. Wow. Dat is wel goed, eigenlijk. Dat is goed voor niet direct te verzuren. Je moet een beetje opgewarmd zijn om aan zo'n fiets te beginnen. Ja, ik denk altijd direct dat je dat moet doen. Ja, maar ja, je moet rustig opwarmen natuurlijk. Dat is wel waar. Eens wel het. Eigenlijk valt het wel mee. We ademen zo binnenin, maar het is toch... Ik zit in de container, dus die claustrofobie of zo. Ja. Wacht zo op je gedachten. Ik wil dat je zo geen lucht zou krijgen. Ja, misschien zelf een beetje geluk dat je een van de eerste deelnemers bent. Of nog ja, veel zuurstof aanwezig is in de container. Dat misschien tegen de laatste deelnemer is. Dat toch misschien al wat eilere lucht zijn. Dat laten we ook maar niet. Anders gaan we hier nog tafereel zien. Maar ik zie dat de deur open staat, dus dat zou toch wel een beetje moeten helpen. Ik zie Maite een versnelling hoger schakelen, dus ik veronderstel dat we aan de laatste meters bezig zijn. Maar, ze was er al. Oké, wow. 37. Dat voelt snel. Ik heb geen idee. Was het een kilometer en half? Ja, het is een kilometer en half. Ik zie niks, hè. Wat denk je van de monkey bars? Wel, ik kan het moeilijk inschatten. Ze is redelijk licht, dus ik veronderstel en sterke armen van het roeien. Dus dat zou een goede combinatie moeten zijn. Dit was iets dat ze eigenlijk wou voorbereiden. Maar ja, het was een beetje moeilijk met de trainingen van voor het Belgisch kampioenschap te combineren. Maar... Zo. Ja. Oh, ze heeft... Als ik afnieuw... Nice. De fout die ik maakte bij deze terugkeer... was dat ik op het einde me niet had omgedraaid. Ja. En dat vraagt veel meer kracht dan dat je zou verwachten. Omdat je even moet hangen op één arm. Hè. Ja, dat geloof ik. Dus, 27. Ah, dat is jammer. Oké, het ziet er... de focus is gevonden. Hoi. Was dat direct raak? Nee. Ze is aan het opwarmen. Ja. Dat zag er stevig uit, maar ik heb enkel de close-up gezien. 13 meter, oké. Okay. Het is moeilijk, het is eigenlijk... Golven is geen gemakkelijke sport. Ja, als je het nog nooit gedaan hebt, ik weet niet of ik het goed zou kunnen. Maar ze was alles in zou raken, heb het weer gemist. Maar het is er maar eentje dat telt, uw verste. 14, dat is een meter verder. Dat is nog één poging, hè? Ja. Ze moet gewoon, denk ik, heel, heel, heel hard... proberen slaan, maar ja, dus, en dan raken. Oh, dat heb ik gehoord. Daar brak iets in de container. Ineens een gat in die container langs achter. Outbreak. En er komt niets op. Nog een poging? Nee, ik denk dat na 14 het was. En ze is vertrokken met roeien. En hoe ziet haar vorm eruit? Haar vorm ziet er goed uit. Dus natuurlijk, dat is een ander meter voor waar we op trainen. Wij trainen op concept 2. Maar ja, het principe is hetzelfde. De beweging is hetzelfde. Juist, ik denk de inschatting van de snelheid is een beetje anders, omdat het een andere machine is. Maar ik denk dat ze zelf wel een redelijk goed beeld heeft van, of kan aanvoelen van
Zo hard kan ik gaan op een, ja, schat ongeveer een 3 minuten 20, 3 minuten 30. Als een, dat zou een mooie tijd zijn voor een kilometer. Voor mij is het even. Dat is van ik. Ik vind vooral, als je zo je ogen toetst en je zit er aan het roeien, dan hoort je dat water zo en dan voelt het alsof je echt aan het roeien bent. Ja. Deze is zo nergometer met een waterbak in, ja. En dat is nog rustgevend. Nergometer zodat wij met rijden is mijn vliegwiel, maakt heel veel lawaai. Daar is niets rustgevend aan. Inderdaad. Zou goed gaan. Gaan we eens proberen supporteren? Ja. Kom aan, Maite! Kom aan, Maite! Kutta! Sorry voor de overstuur. Zelfverzekerd, ik zie het, ja, in haar blik. Onderaan kunnen we de tijd zien die verstreken is. Echt? 2 minuten. Maar ik kan de meet zien eigenlijk. Ik ga dat voor u checken. Ik zie 1900 calorieën verbrand. Nog een uur zijn. Nog 220 meter. Dat is snel. Ik moet zeggen dat dat sneller is dan mij. Maar ja. Dat is een ervaren rooster. Als ervaren rooster zou dat mogelijk moeten zijn. Is dat een blik die je thuis ook vaak te zien krijgt als ze boos is? Als ik de afwas niet gedaan heb. Nee, dat is niet waar. We hebben een vaatmachine. Als je de vaatmachine niet hebt geleegd, dan komt je thuis bij zoiets. Ja. Oké. Ja. Hopla. Oké. Ja, dat was exact de blik dat je daar geeft. Ja. Oh, nee. Dat was het eerste schot? Ja. Niets geraakt. Dat eerste schot had ik niet door hoe gevoelig dat was. Dus dat was een beetje random. Ze kan het al. Nu, je moet eerst aanvoelen. Maite is ook een grote fan van de Container Cup. Ik denk dat ze alle afleveringen gezien heeft. Dus normaal gezien zou het moeten lukken om het te laden. Misschien niet. Maar is assistentie in de container, gelukkig. Ja, dat is wel handig, die assistentie. Het is opperste concentratie voor Maite momenteel. Maar het is gelimiteerd in tijd. Dus, maar ja. En we gaan het klaarmaken voor het tweede schot. Oh, dat was op de metalen plaat, maar niet op bol. Nee. Niet raak. Het is spannend. Opperste concentratie bij Maite. Ze maakt zich klaar. En schiet! Nee, oh, nee, het komt niet. Nee. Of is het wel gebeurd? Ik zie nog geen plaatjes omhoog, dus ik denk het niet. Ik denk dat deze haar vijfde schot is. Ah, zo. Ja. Ik hoorde het niet meer, maar... Die bewoog, maar... Hij ging niet omhoog. Nog een laatste slot. Laatste schot. Ah, oké, ze krijgt toch nog eentje. Oh! Dat was van onder wel, maar... Oké, toch wel nog. Ze heeft gewoon daarnet een paar misfires gehad ofzo. Nou, het behoog, maar... Ik denk dat je hier ook wel chance moet hebben. Als je eerste schot raakt, dan weet je ongeveer waar dat je moet mikken. Ja. Ik denk dat ze gaat beginnen met 30 kilo, zeg je dat goed? Nee, 10 langs... de bar is 20 en ze heeft 2 keer 10 gestoken, dus 40 kilo eigenlijk. 40 kilo, dat is... Je moet hem even houden. Beneden, 3 seconden denk ik, en dan moet ze hem omhoog kunnen duwen.
Dan is het een geldig shot. Nee. Oei. Ze heeft er de gewichten van gehaald. Dat zal de eerste poging zijn, is niet gelukt. Ah, dat is jammer. En die past er niet op of wel? Ja, ja, alles past. Ja. Een tweede poging met... Is er nu meer geweest? Ah nee, zit ik er nee, vijf op. Ja, vijf. Dat is misschien slecht beter dat het gewoon dat lukt dan... Of is er... Ah ja, dat is vijf. Dat is vijf kilo. Oké, kom aan hè. 3. Ja. Dat was vlot. Dat was easy. Maar dan moet je 10 ook wel kunnen langs elke kant, ja, denk ik. Ja, ja. Een beetje vertrouwen hebben. Misschien gewoon ook weer die opwarming nodig voor. Ja, ik weet niet hoeveel de poging dat al is nu dan. Dat zal de derde zijn. Dus niet een geslaagde poging is niet, is niet nog één bij, hè? Je moet 3 keer proberen. Ja. Dat is mislukt, dat mislukt wel. Oh, oh. Ja. Oh, die ging ook vlotjes naar hoog. Ah, ja, dat was poging 3. Ja. 7,5 naar de kant. Maar het is eigenlijk meer een mountainbiker dan een koersfiets, dan een coureur, ja. Lover. Maar ja, soms krijg ik ze mee op de koersfiets ook. Dat is wel leuk. Jullie sporten eigenlijk heel veel samen. Dan. Ja, ja, dat is inderdaad. Ja. Dat is fijn. Voilà, okay, en zij is vertrokken. Ja, ze is er. Het is ook een heel moeilijke inschatting. Het is, ik had dat ding op 20 gezet, maar dat was... Nee, dat ging hem niet worden. Dus dan heb ik eigenlijk gewoon de hele tijd op 11 gezeten. Ja, ik denk dat hier belangrijk is om eigenlijk de goede weerstand te vinden en dat je toch nog soepel kunt ronddraaien. Ja, want je kunt... Ik denk, want als je weerstand hoger zet, dat je wel sneller verder gaat, maar als je dat niet kunt volhouden... Ja, dan verzuurt het ook helemaal en dan is het gedaan. Wat is haar verrassing als ze heel de wedstrijd uitdoet? Als ze straks finisht, krijgt ze dan een cadeautje van u? Of gewoon een hele dikke knuffel? Een heel dikke knuffel en dan ga ik heel snel terug naar mijn werk moeten, want het is eigenlijk mijn middagpauze hier aan het besteden. Ze zal het appreciëren. Ja, ja. Ja, ze is goed aan het gaan, ze. Deze is pure mindset bij Maite. Ja, ja. Het is wel pittig. Je ziet dat zo... Ja, ja, het is... Het is stevig hoor, op het einde. Ik ben nu even bekomen terug van die top shakejes eigenlijk wel. Ik zou er straks ook zo eentje geven, als het van nu zijn. Is dat de lokale sponsor? Ik weet het niet eigenlijk. Maar als dat zo is, good job. Zo zacht. Ja, het ziet er lekker uit. Mm. Oh, prachtig shotje hier van mij tegen concentratie. Dat ik ook vaak zo je ogen toedoen tijdens dat je zo bezig bent. Hè? Maar ik ben altijd bang dat ik zo in slaap ga vallen. Ja, ik denk niet dat Maite in slaap aan het vallen is momenteel. Ja, want het zou zomaar kunnen, hè? Ineens. Oh. Close-up van de paint face. Zijn de meest flatterende angles vandaag wel. Ja, en we zijn overgeschakeld naar de straight face. Kom aan, Maite. Ik denk dat ze nog wat supportering van u kan gebruiken. Ja. Kom aan, Maite! Ik zou haar reactie willen zien als ze het hoort, hè, maar ze is, nee, ze is te gefocust. Ja, ze is te gefocust. Dat is bij ons ook op wedstrijd. We zijn aan het roeien. Er fietsen zo 20, 30 mensen langs de kant. Ze zijn van alles aan het roepen, maar... We horen daar niets van eigenlijk. Het is, is ze? Ja, ja, ja. Ik focus op de race. En dat is een beetje jammer voor de supporters. Ze doen zo hun best om te roepen. En dan na de wedstrijd gaan ze: heb je iets gehoord? Gehoord? Nee, we hebben niet gehoord. Zijn wij gefocust? Ja, zo mag je zit zo in die zone, hè. Dus ja. Dat is... Ik zou zo willen weten hoe ver ze staat momenteel. Ja, we hebben niet veel, data, niet veel afstanden of voltages dat we kunnen zien. Ja, er is weinig... Nee, ik zie ook niemand van binnen. Hoe lang heeft ze nog te gaan? Niemand weet het. Ah. We zitten momenteel in het onbekende. We zien hier een shot van de fietscomputer. We moeten 3000 meter. Ik probeer... Ja. Dat is goed.
Ik zie, ik probeer het shot van onze cameraman van binnen te bekijken, maar... De zon zit niet zo goed. Het is heel moeilijk om te zien. Denk dat als je close kijkt, dan kun je het wel een poging doen. Het staat rechtsonder. Of is dat nu... Ik zie 4 minuten versteken. Wat kun je op 4 minuten doen? Ik denk dat het bij mij op een 5 minuten was. Alhoewel, ik zou het niet durven zeggen. Maar je thee is bezig aan de laatste loodjes. Ja, de laatste meters. De laatste loodjes, wat doen die? Die wegen het zwaarst. Voilà, exact. En die worden nu binnengeharkt. Het ziet er nog altijd soepel uit, maar ik denk dat het heel veel pijn doet. Er zit alles nog altijd beweging in de benen. Ja, dat is dus sterk. Ook heel essentieel voor deze oefening. Het is begonnen aan de eindsprint. De laatste moet zo hard gaan. Je moet eigenlijk van die fiets vallen. Al kotsend. Anders heb je niet alles gegeven. Ja, dat is... Ik weet niet uit ervaring, ja, hè. Nee. Ah, voilà. Het is gebeurd. Dat lijkt mij ook inderdaad een goede 5 minuten uit. Eerste woorden. Dodelijk. Echt heel lastig. Ja, vooral, ik weet niet. Ja, ze maakten zo even dood en dan heb je heel even recuperatie. Dat is gewoon het volgende onderdeel dat heel lastig is. Echt heel lastig. Kort gezegd, een vrij lastige oefening dus. Ja, inderdaad. We hadden hier een heel trouwe supporter van u. Ja. Ik heb mijn best gedaan om heel mooi commentaar te voorzien. En, Ja, het zag goed uit. Ja, ik denk vooral zo de echt sportdingen dat beter waren en dan zo de golf en de gewichten en schieten inderdaad, dat was minder. Nee, door de vermoeidheid of gewoon... Wow, het zal sowieso niet minder zijn, denk ik. Wat vond je de lastigste oefening? Goh. Toch het... Gewoon, ik denk het fietsen wat op het einde komt en dat dat een opstapeling is van alles wat al geweest is. Dat is echt lastig. Dat is alles geven, hè. Ja, inderdaad. En het roeien, dat zou je ding moeten zijn, blijkbaar. Ja, inderdaad. Ik heb al meerdere keren op zo'n roeimachine gezeten, dus ik weet wel hoe het moet en hoe het voelt.